Je wil eigenlijk met de student vooruitkijken. Van als ik merk dat ik de opleiding ingewikkeld vind, help mij dan om na te denken over wat er gebeurt. Dat is eigenlijk een behoefte vanuit de student die je mooi kan volgen aan de hand van studiedata. Er gebeurt binnen deze hogeschool gewoon al superveel rondom studiedata. En ik werkte hier eigenlijk nog maar kort volgens mij. En toen was ik heel erg aan het nadenken over hoe kan ik nou de kennis, maar ook de ervaringen die we hier eigenlijk hebben als team, delen met de andere hogescholen of andere instellingen. En dat ook toetsen bij elkaar. Nou, in die zoektocht kwam ik de leergang over studiedata tegen bij SURF. En daarvan dacht ik eigenlijk meteen, dit moeten we doen, dit is heel erg gaaf. Onze user case ging om het proberen voorspellen van studievertraging. We wilden nadenken over, als er een grote groep studenten vertraging oploopt, kunnen wij dan indicatoren of factoren eigenlijk identificeren aan de hand waarvan je al heel vroeg kan zien, misschien gaat dit vertraging veroorzaken. Het echte resultaat dat ons heel erg in een stroomversnelling heeft gebracht, is eigenlijk het idee dat je kan technisch nog zoiets moois en vooruitstrevends ontwikkelen. Aan het einde van de dag gaat het om het gesprek met je eindgebruiker. Het gesprek aangaan met al je doelgroepen, dat is eigenlijk de sleutel tot succes in zo'n heel proces. Hoe kan ik studiedata in plaats van het te gebruiken als instrument om te verantwoorden, veel meer gebruiken als een instrument om studenten zo vroeg mogelijk in hun opleiding te ondersteunen en te helpen?